Yo mensen van School Games, wat heb je? En vandaag gaan wij Evil West spelen. Dit is de eerste aflevering van Evil West, dus de nieuwe serie die ik heb ben begonnen. Ik heb dit, het is een avontuur game. Ja, wat ik kan zeggen over deze game is dat het een avontuur western game is. Je kan het een beetje vergelijken met een cowboy slash doom karakter, want ja, het is een mix daarvan. Het zag er echt, toen ik het keek, zag het er heel vet uit. Dus ik hoop dat het nog steeds is. Deze game kun je ook trouwens co-op spelen voor mensen die dat geïnteresseerd zijn. Maar dat raden ze niet echt aan. Omdat Evil West is meer gericht voor een single player, blijkbaar. Maar ja, je kan co-op spelen. Dus mocht je het spel willen halen, dan is die mogelijkheid er wel. Ik vind het er vet uitzien. En het is weer een nieuwe ervaring voor een serie. Dus dat. Oké. Okay. Oké, waarmee moet ik beginnen? Oké. Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. Oké. Gaan we een explosie maken voor een brug? Zo, moet die trein laten crashen. Oké, hij komt eraan en dan moeten we hem exploderen, I guess. 3, 2, 1. Waboom. Nou, we bombarderen een hele trein. Daarom heeft de NS al wat vertraging. Nee, grapje. Ik heb geen idee. Oh, damn. Die guy is niet heel aardig. Maar goed, we gaan verder. Nou, we kunnen spelen. Oh, wat? Als ik naar links en rechts ga, dan doet hij wel wat. Ik ben al die cowboy. Oké, dus ik kan een 1 stem geven. Moet doen. Oh. Wat? Oké, okay, als je dat niet verwacht. Oké. Okay. Oh, damn. Dit is een hele... Deze camera is een beetje vaag voor mij, man. Het begint... Oh, goed. Sure. Ik weet niet, die engel moet ik een beetje aan wennen. Oké, okay, yes. Wat moet ik doen? Oh, wat? Ik moet een... Oh, oké. Okay, dit is vet. Anders. Oké. Okay. Ga verder. Oké, okay, maak even een intro. Oké, okay, wat? Wat gebeurt hier? Oké, zombies zijn in één keer gekomen. Dit bedoel ik met het stukje met Doom. Dat ik gewoon... Damn. Oké. Runnen! Oh, wow, wat? Evade enemy text to get out of fist. Yep. Oh, oké, dus je kan rollen. Zo! Jeet! Mam. Oké. Ik vind het wel fijn als er een soort tutorial of iets is dat je laat zien wat je kan doen. I don't know, ik vind dat wel heel fijn voor een avontuurgame. Vind ik gewoon een extra dingetje dat fijn is. Het hoeft niet natuurlijk, maar dat is handig. Dan heb je niet het gevoel dat je het niet weet, zeg maar. Misschien iets ouds, wat meestal bij oude games wordt gedaan, maar... I don't know, ik vind dat wel chill.
Oké, ze zijn allemaal dood. Maar I don't know, ik vind die sheriff-positie wel vet. Ik hoop dat jullie dit een leuke serie gaan vinden. Maar ja. Oké, kijk, dit bedoel ik met het uitleggen van iets. Gewoon super handig. Je ziet wat het is, je kan lezen. En als je het niet zegt, moet je er van achter zien te komen om het te doen. Press, wat watching forward. En W, spatie, to close the gap. Oké. Dus jij moet ook springen en dan doe je zo'n soort van PUBG punch. Boom. Lekker joh, kom maar. Zo joh. Oké. Ik vraag me af wanneer we een revolver krijgen. Press C3. Oké. Zeker kan je dus healen. Uppercut en punches. Most enemies can be uppercut with a powerful mountain punch. Hold for an uppercut, keep hitting. Zo. Oké. Het uppercut is ook nice. Oké. Hier. Oké. En nu gaan we naar die kant. Ja, die gaat sowieso kapot. Die brug. Oké, kanonbal. Sla met W voor uppercut. Wat? Oh, nog één keertje. Ik wil het even zien. Uppercut. Ah, oké. Okay. Zet dus gewoon uppercut en dan op iemand slaan. Ah, man. Yes, eindelijk, oké. Okay. Jij mag ook even. Nee. Chips. Ja, nog even verder. Wat is een soort van bos of zo? Wat is dit voor raar beest? Ik druk.